Het Nijmeegse college heeft besloten om vanaf 1 september het voormalige belastingkantoor aan de Stieltjestraat te huren van het Rijksvastgoedbedrijf en er 110 onzelfstandige woonruimtes door Talis te laten verhuren. De woonruimtes zijn bedoeld voor mensen die moeilijk aan een goedkope, tijdelijke woning kunnen komen. Wethouder Beert Frinks wil daarbij zorgen voor een zogenaamde magic mix. Ja, we hebben vanochtend als college besluit genomen om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het oude belastingkantoor, zodat mensen daar kunnen gaan wonen. En dat betekent dat we 110 onzelfstandige woonruimtes hebben. En daar willen we een magic mix in gaan realiseren voor 9 jaar. En dat betekent een magic mix, betekent dat er mensen in komen te wonen die een woonvraag hebben die nauwelijks aan bod komen op de woningmarkt. En tegelijkertijd ook nog een vraag voor mensen die wat zorg nodig hebben en die op weg zijn naar zelfstandig wonen of een leertraject aan het volgen zijn in die richting. Dus je is een mix van mensen met een zorgvraag en mensen zonder zorgvraag. Nou, we zien bijvoorbeeld dat er heel veel mensen problemen hebben rondom scheiding en die tijdelijk andere woonruimte nodig hebben. We zien ook jongeren die niet bij studentenhuisvesting kunnen wonen, maar wel behoefte hebben aan een eigen woning, die kunnen daar dan tijdelijk starten. Dat zijn 110 plekken in de stad bij een enorme vraag naar dat type woningen. Tot ongeveer €300 in de maand. Nu zitten er statushouders en asielzoekers in het pand. Die zijn op 1 september weg. En er zitten een deel studenten in. Of mensen die via Socius een kamer hebben gehuurd. Omdat die samen met die statushouders en die asielzoekers optrokken. Dat houdt per 1 september op. En dan gaat Talis het verhuren. En er hoeft niet heel veel in geïnvesteerd te worden. Want voordat de asielzoekers en statushouders erin kwamen, heeft het COA het pand opgeknapt. Het COA is opvang asielzoekers. Dus dat kunnen wij zo overnemen.